Pieter, we kennen elkaar zo'n jaar of 10, dus we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Uit welk gezin kom je eigenlijk? Ja, nou, ik kom uit Nijmegen, uit een klein gezin, vader, moeder, een zus en ikzelf. Ik zeg met name een klein gezin, want in Nijmegen had je dus echt doorgaans grote gezinnen. Niet bijzonder gezin of zo, niet bijzonder arm of bijzonder rijk. Het opmerkelijke is eigenlijk wel dat wij, althans voor die tijd, protestant waren. Wat in onze staat eigenlijk een unicum was. Had dat ook betekenis voor het opvoedingsklimaat? Nou ja, op dat moment merk je dat natuurlijk niet. Want je kunt daar geen afstand van nemen. Maar als je dus terugkijkt, dan denk je toch, ja, dat was toch heel anders. Er werd veel meer, denk ik, dan bij andere gezinnen, heel erg op prestatie gefocust. En ik denk bij andere gezinnen was het toch vaak, gaf de kerk een enig of andere leiding aan het gezin ook, heel impliciet. En dat was bij ons ontbrak dat totaal natuurlijk. Ik was ook geen misdienaar, bijna iedereen was misdienaar, maar dat is ook al voor mij voorbij gegaan. Ja. En wie was daarin leidend, als het gaat om die prestatie, je vader? Ja, mijn moeder was dat heel erg duidelijk. Ik herinner me nog heel goed dat ik was over van de eerste naar de tweede klas in HBS. En toen, ik wilde dolgraag trompet spelen of trombone. Dus mijn vader ging voor mij een tweedehands trombone kopen. En dat was heel veel geld, 100 gulden toen de tijd. En na 14 dagen merkte ik eigenlijk is het een gewone lange buis en meer niet. En dat ik er heel moeilijk geluid uit kreeg. Dat viel reuze tegen. Dus het zou nog wel heel lang duren voordat ik zou schitteren op het podium. Ja. Dus ik wilde het bijltje erbij neergooien. Maar mijn moeder stak daar een stokje voor. Die zei, ja, eens gekozen, altijd gekozen. Ja. En die ging achter mij staan en die begon te tellen. En die volgde de noten. Dus er was geen ontsnappen mogelijk. Je vader, wat deed hij voor de kost? Ja, mijn vader handelde in olie. Daar was hij eigenlijk totaal ongeschikt voor, want mijn vader was een hele introverte man. En handel in olie, dat brengt wel met zich mee dat je behoorlijk gericht bent op anderen. Dus hij was achteraf gezien absoluut ongeschikt om dat werk te doen. Ik ben naar de HBS direct in militair dienst gegaan, maar voordat ik mijn eindexamen deed, herinner ik me nog heel goed van de vader van een vriend van mij op de HBS, die was maatschappelijk werker, een boek van Freud gekregen. En dat was een moeilijke stof natuurlijk, maar ik vond het fantastisch. En toen was natuurlijk Freud ook zeg maar een figuur die in de psychologie een belangrijke rol speelde. En daardoor raakte ik ook erg geïnteresseerd in de psychologie. Dus voor mij was eigenlijk, ja, toen ik eindexamen deed, psychologie de enige keuze die ik kon maken. En waar ben je psychologie gaan studeren? In Nijmegen. In Nijmegen. Gestudeerd, ja. Ja. Okay. Nou, toen jij psychologie bent gaan studeren, het was natuurlijk in de 60e jaren. Ja, 64, ja. Ja. Nou, die 60e jaren, natuurlijk een bekend verhaal. Dus een hele, laten we zeggen, revolte tegen de oude maatschappij. Hoe actief was je als student? Nou, eerlijk gezegd ging het een beetje langs mij heen. Hoe raar dat ook klinkt voor een student psychologie. Maar ik had toen in die tijd gekozen voor een richting in de psychologie, wat toen functieleer heette, of experimentele psychologie. En achteraf zijn dat toch een type mensen die wat meer tegen de natuurkunde aanhangen en niet zo maatschappelijk bewogen zijn. En ook weer hier achteraf heb ik dat eigenlijk wel jammer gevonden. Ik functioneerde niet in een omgeving, zoals bijvoorbeeld binnen de sociale psychologie of in de pedagogiek of in de filosofie, waar mensen veel meer, toentertijd zeker, maatschappelijk geëngageerd waren. En dat is eigenlijk, eerlijk gezegd, jammer dat het aan mij voorbij is gegaan. Want het moet toch wel een hele leuke tijd geweest zijn voor mensen. Die functieleer, dat is, laten we zeggen, in die tijd was dat een harde variant van de psychologie, hè? Ja, ja. Dat ligt wel ver van dat boek van Freud vandaan. Ja, dat ligt, dus tijdens de studie trad er wel bij mij een omkering op.
Ik ben wel heel erg beïnvloed geweest natuurlijk ook door zo'n hoogleraar. Later was dat Leefveld, daarvoor Kremers. En die hadden eigenlijk toch niks met Freud. Dat was echt voorwetenschappelijk. En eigenlijk was ik daar ook wel heel erg mee eens en nog steeds. Dus ik heb al een grote slag gemaakt van 180 graden in die tijd. En ik was heel erg, ik vond het een hele, een, echt een vooruitgang via de functieleer, de psychologie en de samenleving te kunnen beïnvloeden, ja. Voordat ik afstudeerde, dat is wel aardig om op te merken, denk ik, zei mijn hoogleraar van, wij waren bezig om een bepaalde theorie te testen over informatieverwerking. En hij zei, nou, bij zwakzinnigen, zo werd dat ook gezegd, zou dat best eens anders kunnen zijn dan mensen die veel meer cognitief ontwikkeld zijn. En ik had helemaal niks met mensen met verstandelijk handicap, ook niet vanuit mijn omgeving. En ik herinner me nog goed dat ik naar Marie Wopaan ging, dat heette toen nog, een grote instelling ten zuiden van Nijmegen. En daar had ik een proefopstelling gemaakt, daar zou ik de kinderen testen, ja, om die theorie te accepteren of te verwerpen. Nou ja, goed, dat werd dus een volledige mislukking. Want de ene die sloeg zichzelf en de andere die gooide het apparaat op de grond. Allemaal gedragingen die ik niet verwacht had. En ik vond dat eigenlijk toch wel. En toen keek ik eens naar mezelf van een grote afstand. En toen dacht ik, Pieter Duke, wat ben je toch van een achterlijke toestand aan het doen? Die kinderen hebben hele andere plannen en problemen, ja, dan dat jij ze gebruikt als proefkonijn om jouw theorie te toetsen. Nou, ik herinner me nog goed dat ik die hele opstelling achter in mijn autootje had opgeladen. En naar de stort ben één grote worp heb ik het in de container gegooid. En toen zeg ik, nou, ik studeer af daarop, maar ik ga bij de orthopedagogie werken. Want die houdt zich ook met verstandelijk gehandicapte mensen bezig. En dat was eigenlijk, laten we zeggen, mijn verlaten maatschappelijke engagement. Want toen dacht ik, de wetenschap die moet zich ten dienste stellen aan kinderen en volwassenen met deze problemen. En niet andersom. En toen ben ik bij professor Dumont gaan solliciteren, 71. En daar ben ik gaan werken. En toen had ik direct al in de gaten dat de hele dag op zo'n universiteit zitten, dat is verschrikkelijk, dat moet niet. En toen kon ik voor één dag in de week op de Winkelsteeg gaan werken. Wat was de Winkelsteeg in die tijd? Nou, de Winkelsteeg was een klein instituut, wat nog steeds is, met zeer ernstig en diep verstandig gehandicapte mensen, kinderen. En daar heb ik ook Daniel Seys ontmoet. Een aantal jaren geleden kwam ik een zorgprofessional tegen. En die vrouw die had kennelijk nog nooit iets van jou gelezen. Maar die had wel eens van je gehoord. Want die dacht dat jij Dukering Seys heette. Zou je iets kunnen vertellen over hoe je Daniel ontmoet hebt en hoe jullie samenwerking zich verder ontwikkeld heeft? Ja, nou, ook dat herinner ik me nog echt heel goed. Daniel die was werkzaam op de Winkelsteeg. Hij was opgeleid als pedagoog, orthopedagoog in Leuven. En hij werd ook in de Winkelsteeg geconfronteerd met enorm veel probleemgedrag. Toen hebben we eigenlijk een soort verbond gesloten van als jij de kennis draagt, dan kun je hem hier toepassen. Dan zal ik hem samen met jou toepassen. Nou, dat was een heel mooi start. Want ik had studenten die ook stage moesten lopen en onderzoek moesten doen en ervaring moesten opdoen. Nou, dat kon op de Winkelsteeg. En zo is het eigenlijk, en nou, toen klikte het ook qua persoonlijkheden heel erg met elkaar. We voelden elkaar erg goed aan. En dat is eigenlijk op dat moment een soort, ook een hele belangrijke vriendschap geworden. En collegialiteit. En ja, dat eigenlijk, dat loopt tot vandaag door. De mensen die naar dit interview kijken, die weten wat klassieke en operante conditionering is. Die weten wat sociale leertheorie inhoudt enzovoort. Maar er zijn er ongetwijfeld die jou nog eens een keer graag willen horen uitleggen wat nu de essentie van de leertheorie en de gedragsmodificatie is. De essentie van de leertheorie en gedragsmodificatie voor het veld van verstandig gehandicapte mensen is het
proberen achterwege te houden van interpretaties van probleemgedrag van deze mensen. En proberen te kijken naar wat is nou eigenlijk de functie van hun probleemgedrag. En als je de functie kunt blootleggen, dan kun je ook kijken waar deze mensen behoefte aan hebben. Wat ze eigenlijk willen zeggen. En eigenlijk op termijn zou je kunnen zeggen dat de gedragstheorie de communicatieve betekenis van gedrag blootlegt. Want wat kenmerkt mensen met verstandigheid is dat ze geen dingen duidelijk kunnen maken aan je. Als ik met gewone cliënten werk, normale cliënten, kunnen ze me dingen duidelijk maken. Het grote probleem van ons werk is dat we altijd maar moeten gissen. Wat zit die mensen dwars? Wat willen ze vertellen? Wat willen ze kwijt? Waar hebben ze behoefte aan? En de gedragstheorie slaagt erin om daar een bijdrage aan te leveren. Om de onderzoeker op de rechte lijn te houden en te kijken naar de functie van het gedrag. Electroaversietherapie, EAT, hè, in het spraakgebruik als afkorting. Jij en Daniel Seys zijn daar in het verleden nogal eens onbekritiseerd. Hoe werkt dat EAT? Kun je dat nog eens uitleggen? En wat vond je van die kritiek uit het verleden op het feit dat jullie dat toepasten? Ja, nou, hoe werkt de EAT? Het is eigenlijk een tweefase proces. Dus direct volgend op het optreden van bijvoorbeeld iemand steekt met een voorwerp in zijn ogen en je laat daar een onaangename prikkel op volgen, dan gaat de persoon dat vermijden. En door een conditioneringsproces gaan gedachten of gedragingen die daaraan vooraf gaan, aan de plant om je in de ogen te steken, ja, die roepen al zoveel geconditioneerde aversieve ervaringen op dat mensen daaraan ontsnappen en dus het gedrag niet meer laten zien. Kun je nog even vertellen hoe het technisch werkt? Want niet iedereen die dit interview ziet zal het weten. Ja, de persoon krijgt een... uiteraard gaan daar heel veel gesprekken en onderzoeken aan vooraf voordat je met zo'n EAT gaat beginnen. Vergeet niet dat dit bijna altijd het laatste middel is wat ingezet gaat worden. Maar goed, even afgezien daarvan. De persoon krijgt een ontvanger om. Waaraan twee draadjes zitten met plaatjes eraan. Dat wordt op de been of op de arm bevestigd. De behandelaar loopt met een zender. Ja. En in de ontvanger zit een... die pikt het signaal op en die zet het om in een onaangename elektrische prikkel van ongeveer 35 milliampère. De behandelaar wacht totdat het probleemgedrag optreedt en geeft dan direct een korte prikkel. Ja? Dat alles ingebed in een situatie waarin veel aandacht besteed wordt aan positieve dingen van iemand. Positief gedrag wordt bekrachtigd. Zodat eigenlijk de EAT maar een klein onderdeel is van een totaal programma waarin alle facetten van iemands functioneren belicht worden. Ja. In die 70er jaren, nogmaals, ja, werd er nogal wat kritiek op jullie uitgeoefend. Hoe raakte je dat in die tijd? Ja, dat was heel erg. Het raakt je natuurlijk wel, ook heel diep. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat als jij die techniek niet kent en je hoort het zo, elektrische prikkels, dat je daarvan schrikt. Het woord elektriciteit, dat is een soort al geconditioneerde stimulus voor ons. Dat roept bij ons al direct misschien al een versnelling van de hartslag op. Ja? Dat is dan één. Gebruik je dat ook nog eens bij mensen met een ernstig handicap, mm-hmm. Ja, die zelf niet kunnen kiezen ervoor, dan snap ik die verontwaardiging geheel.
Ik had toen misschien niet het vocabulaire wat ik nu wel heb, denk te hebben om dat te rechtvaardigen. Toen had ik eigenlijk moeten zeggen van, luister, die mensen zijn gevangen in hun gedrag. Ja? Ze kunnen geen kant meer op, ze zijn eigenlijk van 's morgens tot 's avonds met gedrag bezig. Of als ze dat niet bezig zijn, ze zijn volledig vastgebonden. Wat ik probeer, of wat we met elkaar moeten proberen, is door het gedrag tijdelijk te onderdrukken, ruimte te geven om ander gedrag te laten ontwikkelen. Om ander gedrag kans te geven te ontplooien. Als ik het zo gezegd had, ik denk dat dan alle kritieken wel verstomd waren. Maar ik denk wel dat in de wijze waarop wij dat toen nagelaten hebben op die wijze te verwoorden, dat onnodig veel turbulentie heeft veroorzaakt. Je zei dat het je raakte. Wat betekent dat? Nou ja, het raakt je natuurlijk wel. Maar het zet je ook aan twijfelen. Het zet je natuurlijk ook wel aan twijfelen van, heb ik het wel bij het rechte eind? Is alles wat kan, mag dat ook? In dat opzicht brengt het wel een soort van heroriëntatie met zich mee. Ja. Naar aanleiding van die kritieken die eigenlijk nooit helemaal verstomd zijn met betrekking tot EAT, heb ik wel pogingen gedaan om bij ernstig probleemgedrag ook geprobeerd met minder indringende prikkels om het gedrag te beëindigen en ruimte te maken voor ander gedrag. En dat is eigenlijk helemaal niet, dat is eigenlijk op niks uitgelopen. Ik heb je hier wel eens boos horen maken in het verleden, ik weet niet of jij dat nog herinnert, in de trant van wij, hè, dus Daniel en jij en ook mensen vanuit de leertheorie, worden in de hoek gezet van de kille, gevoelloze, technologische behandelaars en anderen die kunnen hun gang maar gaan. Het was ook niet zo'n makkelijke tijd, omdat hoewel we al konden functioneren in die CCE, werd het CCE toen de tijd ook min of meer een soort platform voor allerlei theorieën, ja? Behandeltheorieën. En één theorie die waar je overigens niks meer van hoort, was de gentle teaching. Het had een ideologische achtergrond en geen wetenschappelijke fundering. Ja? En om die reden werd het ook zo genoemd. Ja. Wat was de ideologische achtergrond? Jouw oordeel? De ideologische achtergrond was op zich een heel goed streven voor volledige integratie van mensen met verstandelijk gehandicapten in onze samenleving. Op alle niveaus. En ja, heel sympathiek, maar ik denk dat een utopie zal blijven. Ja, begrijp wel, in mijn functie als onderzoeker op een universiteit, waar zoiets ook geen plaats heeft, ja, keek ik er natuurlijk wel zo tegenaan. Een echte behoefte om het te valideren, zoals ik getraind was, en zoals ik dat ook bracht op de universiteit, zoals ik dat ook doseerde, hè, maar altijd met designs, altijd controllers, altijd kijken, klopt het wel? Ja, daar was natuurlijk in de zorg, was er geen enkel oog voor. Ja, ik snap ook direct wel dat natuurlijk die gedragstherapie intuïtief gezien niet aantrekkelijk is. Want het is een relatief abstracte manier van kijken naar gedrag. Je loopt het gevaar dat je dat mechanisch gaat toepassen. Alles bij elkaar begrijp ik ook wel dat wij geen makkelijke periode hadden. Mijn opvatting over het ontstaan van zelfverwonderd gedrag is in de loop der jaren ook veranderd. Dacht ik vroeger dat het gedrag volledig gecontroleerd werd door directe beloners en reinforcers. Ik ben nu van mening dat het gedrag een hele duidelijke angstcomponent heeft.
Heb je het specifiek over zelfverwonderd gedrag? Ja, over zelfverwonderd gedrag en zelfagressief gedrag ook het geval zijn. Maar bij zelfverwonderd gedrag zie ik een component wat in de gedragstherapie of in de applied behavior analysis, wat een zeer extreme vorm is van gedragstherapie, zie je dat niet terug. En ik denk dat er toch wel een gebrek is aan de theorievorming in gedragstherapie. Dat ze willen het niet hebben over private zaken. Want die kunnen we niet onderzoeken, kunnen we niet rechtstreeks waarnemen, dus ook niet onder controle houden. Daar hebben we niks mee. Maar ik denk dat je daar niet aan kunt voorbij gaan. De vraag die zou kunnen komen, wat is dan de oorzaak van die angststoornis? Denk ik dat het uiteindelijk terug te voeren is naar iets wat in een hele jonge leven mis is gegaan. Een proces van, maar ik kan het niet bewijzen, ik kan het ook niet hard maken, een proces van hechting waar, daar moet iets mis zijn gegaan, zoals ja, dat een moeder zich niet helemaal kan hechten aan een kind, of dat wel doet, maar allerlei mechanismen aan de dag moet leggen om het goed te willen doen. Dus ik denk dat als ik mezelf nou vergelijk anno nu met zeg maar 1978, noem maar wat op, in mijn opvattingen over waarom ontstaat dat gedrag en waarom blijft dat in stand, buiten datgene wat de gedragstheorie daarover zegt, zeg ik, er zit een rol in van angststoornis en er zit een rol in van wellicht van hechtingsproblematiek. En ja, ik denk dat uiteindelijk, misschien over 50 of 100 jaar, ook die begrippen veel meer ook een plaats zullen gaan krijgen in de gedragstheorie. En nu wordt dat eerlijk gezegd gezien als een soort ballast. Van dat kunnen we niet goed onder controle krijgen, niet goed in de vingers krijgen. Maar iemand die werkt met deze mensen, die ziet dat gewoon. Die ziet dat ze sterven van de angst als je ze losmaakt. Ja? En dat heeft niks te maken met ik doe het om een beloning te krijgen of ik doe het om aan iets te ontsnappen. Nee, ik word verteerd door de angst. Ja? En dat is dan toch ja, een soort evolutie die je meemaakt. Als we het hebben over probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking, dan hebben we het vaak over agressie. Maar in het verleden heb jij er al op gewezen dat stereotyp gedrag voor de persoon in kwestie een even bedreigende vorm van probleemgedrag is als agressie. Waarom moet stereotyp gedrag nu als ernstig probleemgedrag worden beschouwd, naar jouw idee? Nou, stereotyp gedrag is in potentie zelfverwonderd gedrag. En stereotyp gedrag laat zich makkelijker behandelen, afnemen, dan zelfverwonderd gedrag. Alleen, en daar schuilt de paradox, mensen zijn niet gemotiveerd om stereotyp gedrag aan te pakken. Even. Kun je even, voor mensen die dat eventueel niet weten, stereotyp gedrag, waar denk je aan? Nou, stereotyp gedrag zijn zich repeterende bewegingen. Bijvoorbeeld iemand doet dit, of beweegt zich met bovenlichaam, of draait met het hoofd van links naar rechts, ja, onafgebroken. En iedereen die werkt in de zorg, die weet dat heel veel voorkomt. En ook heel langdurig is. En een deel daarvan, van die mensen, ontwikkelen ook zelfverwonderd gedrag. De functie van dat gedrag, dat is ook het belangrijke, dat kan ook verschillen. Het kan voor de ene zijn, voor de ene die te weinig prikkels krijgt, kan het prikkelverhogend zijn om een prikkels te krijgen. En voor mensen die meer prikkelzoekend zijn, of prikkelvermijdend zijn, zeg maar autistische mensen, kan het een functie hebben om onaangename geluiden of onaangename drukte in een groep af te weren. In beide gevallen is het dus een groot probleem. Ja? En in beide gevallen proberen mensen iets duidelijk te maken aan hun omgeving, weliswaar niet zo expliciet, maar ze proberen wel iets duidelijk te maken. En als zij geen gehoor krijgen op dat gedrag, dan gaat het uiteindelijk in zelfverwonderd gedrag of een agressief gedrag ontaarden. Dus ik vind stereotyp gedrag echt een signaal van een persoon van, nou, die omgeving bevalt me niet, daar moet iets aan gebeuren.
Pieter, je bent op dit moment vooral bezig met voedingsproblemen bij mensen en vooral met kinderen met een verstandelijke beperking. Ja, ik ben momenteel verbonden aan de SEIS-centra. En die houden zich bezig met de behandeling van kinderen die voedsel weigeren. Vaak hebben die vroeger een zonde in hun via zondevoeding gevoed. En het weghalen van een zonde leidt dan tot weigeren. Ik doe zelf niet de praktische behandeling, dat doet Daniel Seijs. Maar ik doe het onderzoek erachter, we evalueren de procedures. Dat is mijn deel. Kun je daar eens concrete voorbeelden van geven? Bij wat voor procedures of technieken je daarbij gebruikt? Nou, een procedure bij ophalen van voeding is, een bekende procedure is die van satiatie. Het blijkt dat die kinderen toch systematisch ondervoed zijn, te weinig eten krijgen eigenlijk. En door het doen toenemen van de hoeveelheid voedsel, lijken ze hun ophalen en bij gevolg ook hun braken te doen afnemen. En satiatie is dan in dit geval? Satiatie is extra voeding geven, extra eten geven. Maar ook op een manier dat het mondgebied veel sterker gestimuleerd wordt. Je houdt je ook bezig met het, laten we zeggen, het andere einde. De toilet training. Ja, toilet training. Voor mensen met verstandig handicap die overdag onzindelijk zijn. Voor urine en sinds kort ook voor ontlasting. En daar hebben we een programma voor ontwikkeld begin eind jaren 90. Procedure die nou inmiddels honderden kinderen hebben ondergaan. En dat gebeurt vanuit de SEIS-centra. Daar is ook een tak die zich bezighoudt met onzindelijkheid of incontinentie. En nou, de procedure heeft we hebben dat laatst geëvalueerd. En het heeft 75% effect. Wat in sociale wetenschappen natuurlijk een hoge score is. Stel je nou voor, je zou het over kunnen doen. Toevallig had ik daar gisteravond met mijn vrouw over dat als ik inderdaad niet meer als psychologie niet zou bestaan, dan zou ik me eigenlijk toeleggen op. Het proberen te onderzoeken van allerlei interventies. Dus zeg maar medische interventies, fysiotherapeutisch, noem maar alle interventies. Omdat ik denk dat methodologische kennis op dat gebied eigenlijk heel beperkt is. En dan zou ik meer generiek me wat meer willen bezighouden met. Methodologisch denken en proberen in het handelen van mensen bepaalde condities in te brengen, zodat je achteraf kunt vergelijken of dat handelen wel zinvol is geweest of dat het volledig zinloos was geweest. Ik weet niet of er zo'n vak zou bestaan, maar veel meer het evalueren van wat mensen doen. Ik heb zelf soms het gevoel dat heel veel dingen gedaan worden die geen enkel effect hebben. Thank you.